De duimpjes omhoog! Leuk verhaal, we hebben gefeliciteerd. We hebben jullie 20 jaar jubileum. Dan gaan we naar K3 toe, Duxie. Oh, zij. Eet smakelijk! Een hele goeie! Morgen! Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de... Bellinga's. Bellinga's familievloggers. En vandaag staat alles in het teken van... K3! Ja, we zijn uitgenodigd voor een superleuke beachparty met K3 en het concert van K3. Dus daar gaan we straks naartoe. Vandaar dat Luxie en Lucilla helemaal mooi in de outfits zijn. Tadaa! Mama heeft trouwens ook een roze jurkje aan. En we gaan eens even kijken waar vader is, want die hoor ik alweer buiten zitten. Het is vandaag weer een super warme dag. Goedemorgen, vader. Ik heb het warm uitgelaten en ik heb het brood ontdooid. Brood ontdooid. En zoals jullie gisteren in de vlog hebben kunnen zien, heeft Luan gisteren een hamstertje gekregen. En volgens mij zit hij nog op zijn kamer. En we gaan eens heel even kijken. Want hij is niet van zijn kamer weg te slaan. Gisteravond kon hij ook heel moeilijk in slaap komen, want hij wilde iedere keer bij Sammy kijken, want hij heet Sammy. Nou, gaan we eens even kijken. Kom maar binnen. Ja, mag ik binnenkomen? Kijk, goedemorgen jongen. Goedemorgen, Sammy zit lekker in de bal. Zit Sammy in de bal? Heb je lekker geslapen, kerel? Ja. Ja? Kijk, dat is het huisje van Sammy. Maar het was wel echt een beetje moeilijk. Was het moeilijk? Om te slapen, want ik denk je elke keer aan Sammy. Maar dit is dus de kooi. Zo ziet hij eruit. Kijk, goedemorgen Sammy. Haal ik hem er even uit. Ja, haal hem er maar eens even uit. Ik laat hem even op mijn kleed. Okay. Ja, toch Sammy? Ze zijn al dikke vriendjes geworden. Hé, hey, Sammy. Waar loop je allemaal heen? Hij zoekt de holletjes, hè? Zie je dat? Ja, kijk. Wat doet hij ook bij jou iedere keer? Elke keer tussen mijn mouw. Ik denk dat hij dat niet meer wil. Hij zoekt kleine holletjes. Hij gaat op avontuur. Hé, hey, Sammy. Hallo. Goedemorgen. Heb je ook lekker geslapen? Ja. Daar gaat hij. Dit is Sammy. Nou, dat is Sammy. Nou jongen, vandaag gaan we naar K3 toe. Alleen Sammy kan niet mee. Nee, helaas. Te hard de muziek en te hard gestemd. Ja. Heel druk. Ja, want Sammy is nog maar 7 weekjes, hè? Ja, is dus het is nog een babytje. Dus je mag nu nog even lekker met Sammy spelen. Ja. Gaan we even ontbijten. Dus we gaan al vanmiddag gaan naar K3. En dan gaan we straks naar K3 toe. Goed? Ja. Okay. Dus ik kan nog lekker lang spelen. Jij mag even lekker spelen. Kijk, je gaat wassen. Ik ga wassen. Ja, schattig hè? Kijk, wassen. Sammy, je wil het wassen. Ja, het is schattig. Zo, Luxie heeft papa even geholpen een lekker vers hondenbarretje maken. Goedemorgen, Woezel. En hier is goedemorgen, Pip. En het wordt vandaag weer een prachtige dag. Maar ik hoorde dat de beachpark tot vanavond 9:30 duurt. Oh. Dus ik weet niet of onze kinderen zo lang opblijven, maar in ieder geval, het gaat een leuk uitje worden. Wij zitten inmiddels in een heerlijke, coole airco-auto. Omdat het hartstikke warm is buiten. Maar wij zijn weer op weg naar het strand. Naar Den Haag, zeg ik het goed, vader? Den Haag. In Den Haag, in het World Forum Center, is het concert van K3. Daar gaan we eerst naartoe. En dan vanavond hebben we ook nog een beachparty. Ik weet niet in hoeverre de kinderen het gaat volhouden voor vanavond, maar dan gaan we gewoon even kijken. Het is in ieder geval super lekker weer om in ieder geval naar het strand te gaan. De kinderen zitten achterin. Hallo jongens. Hallo. Hebben jullie er zin in? Ja, en Luxie ook. Heb Luxie er ook zin in? Ja, K3, hè. Daar gaan we naartoe. Nou, vader is weer aan het stuur. Hallo, vader. Die is naar de kapper geweest, naar zijn zus. Heeft even zijn haar laten knippen. Even mijn wintervachten. Ja. Na een dikke 2 uur rijden zijn we al aangekomen. In het mooie Den Haag. Verder naar in de parkeergarage. Ja, de auto geparkeerd. Zoek naar K3, ja. Op naar de ingang.
je, schatje? Wat wil je, schatje? Die knipper. Die? Oh, hier. Hallo. Hallo. Wil je een foto maken? Wil je een foto maken? Kom er maar bij, hoor. Zacht helemaal niet. Ja. Kom er maar bij staan. Waar staan? Ja, met je mooie K3-jurk. Die? En de poppetjes? Ja. Oké. Okay. Wat zeg je dan? Wauw. Kom maar, liefie. Ook voor Luxie, hè? Oh. Hey. Ja, Luxie die slaapt alleen. En Luan die heeft een stoere pet. Kijk, met handtekeningen. Hé, hey, jongen. Is dit voor Luxie? Goed zo. Nou, heb je alle drie een poppetje? Ja, leuk hè. Ah, Luxie die slaapt. Als ze wakker wordt, dan ligt er. Wie is dit? Hanna. Dat is Hanna, ja. Ze is zo fan van K3 dat ze helemaal verlegen wordt. En we hebben K3 al wel eens eerder ontmoet. Maar toen was ze natuurlijk heel wat jonger. En nu is ze is nu 4,5, dus ze is nu heel erg van bewust. En ze is heel fan van K3, dus ze danst heel veel op K3. Dus ze vindt het een klein beetje spannend, hè? Hey, straks K3 te ontmoeten. Maar misschien kunnen we na de show K3 nog even in het echt een dikke knuffel geven, goed? Wil je dat niet? Of vind je dat wel leuk? Ik wil gewoon zien, niet ik wil een high five. Of een high five. Dat is wel grappig, want ze vinden het natuurlijk een beetje spannend op haar leeftijd. Nu begint er al te zingen. Ja, en Luan, ik vind jou... kaartjes doen en de slagbandjes. Hé, hey, maar Luan, ik vind wel dat je een super vette pet op hebt, jongen. Ik vind hem heel stoer. Luan is regisseur, hè? Ja, Luan is de manager. We hoorden dat Gert Verhulst met pensioen gaat, dat Luan kan overnemen. Die zie je daar in de spiegel. Luan, ook wat uitzoeken? Een lekker banaantje? Een gezond banaantje of niet? Luxie is wakker geworden. En wat heb je daar, Luxie? Heb je de K3-poppetje? Maar dat is mooi, hè? Kom maar mee, deze kant op, Luxie. Deze kant op. Goed zo. Ja, gaan we naar K3 toe, Luxie. Dag, Luxie. Dag. Dat is K3. Heb je K3? Dat is heel zo schattig. Zo, nou, we gaan even op zoek naar de plek waar wij zitten. Kijk eens. Hier ergens moet het zijn, jongens. Luxie kijkt de oogjes uit. Mooi. Ga je mee, liedje zingen? Schatje. Kom, we gaan eerst eens even kijken waar ons plekje zit. Papa, welke rij, welke stoel, waar moet je heen? Rij 9, stoel 28. Rij 9, stoel 28. Nou, hier ergens moet het zijn. Ja, neem maar mee, Lu. Twee zitjes, hartstikke goed. Ja? Hebben we een plekje gevonden? We hebben een plekje gevonden. Luxie heeft inmiddels Marten, Hanna en Klaasje een beetje lekker ondergesabbeld. Luan zit hier met papa. En Lucilla zit hier, schatje. Kan je het goed zien? Jawel, ze kan net over alles heen kijken. Want daar is het podium. Kunnen jullie niet lezen misschien? Er staat op niet openmaken. Oh. Maar dan kunnen we toch gewoon heel stiekem doen? Ja. Nee. Jongens en meisjes, mogen we het cadeau openmaken? Oh.
zaal is leeg. We gaan eens even op zoek naar Katrien. Waar is dat bekend? Zullen ze er weer zijn? Katrien Magie. Nou, het was een super show. Wat willen jullie nu kijken? Ja, dat ben ik. De Wellingen, dan wil je even de groetjes doen dan. Doei. En wie doe je de groetjes? Aan groep 4 en die zit nu in groep 5. Kijk, de Wellingen's love you all. Hè? Ja. Nou, de Wellingen fan show. Kom naar Katrien. Ja. Hallo Alissa, Alexie. Daar zijn ze dan, hè? Ja, zie je. Moet je kijken hoe lang het duurt bij je. Maak niet uit. Blijf even kijken. Hey, dat is leuk ze weer te zien. Ja, gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum, hè? Oh, dat is zo mooi. Jij ook eens zien. Zijn jullie er bij? Ja. 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 En wat vonden jullie het leukste van de show? Ze gingen zingen. Ja, gelukkig hebben we dat wel veel gedaan. Ja. Ja. Wat vonden jullie van Mr. Rainbow? Grappig. Ja, hij was een beetje gek. Hij deed ook heel veel van die trucjes en zo. Ja. En nee, dit is een swish, hè? Ja. Dat kan hij wel heel goed. Ja, die keer wel, hè? Jij kan gewoon de nieuwe Mr. Rainbow worden. Ja. Volgend jaar mag jij mee. Ja. Ja. Helemaal zo nadansen. Ik zat te kijken. Zal jij zo te kijken voelen? Dan ga jij dan als de swish te doen, hè? Ja. Ja, ze kan heel goed dansen met jullie dansstudio. Ze kijkt heel goed hoe jullie het doen. Ja. En dat is hier. Ja. Dank je zo wel. Dank je wel. Gefeliciteerd, hè, met jullie 20 jaar jubileum. Het was een super show, hè? Ja. De Wellingen's hebben genoten. En we gaan nu nog een keer naar het strand, hè? Ja. Thank you. Feestje op het strand. Priscilla wil nog een liedje zingen, hè? Ja. Ja, maar dat was vergeten. Wat wilde jullie? Kunnen jullie allemaal even naar mij kijken? Ja hoor. Oké, komt ie. Helemaal goed. Wat vind je wat wilde je zingen? Dat was Oja lele. Ik voel me plots weer zo oja lele. Doe het nog één keer zo oja lele. Zing met ons mee. Oja, oja. Oja lele. Woe! Wauw! Op naar het strand. Dankjewel. Tot zo. Tuurlijk. Ik krijg weer van jou. Ja. Tuurlijk. Luxie, high five. High five. Dit doen we straks. Ja, op het strand. Met de pina colada op het strand, hè? Tot zo. Ja. Tot zo. Als alle lichten zijn gedoofd, gaan de Wellingen's weer het theater uit. Oh, doe jij het licht uit? Oh, mama jou tillen. Ja, op naar het beachparty. Op naar het beachparty. Nou, doen we de lamp uit. Hè? Op naar het strandfeest. Nee, wij willen op de foto. Hallo. Ja hoor. We hebben de parkeerplaats gevonden en we zijn aangekomen op het strand. Kijk eens hoe mooi. Kijk eens, zonsondergang. We zijn op het strand. We zien de zonsondergang. Nu al zien, kijk eens hoe laat het is. Het is al heel laat. 8 uur geweest, de zon gaat onder. Maar nu moeten we op zoek naar Beach Club Indigo. Het is gesloten. Die slaapt al. We gaan nu op zoek naar Beach Club, waar K3 ook is. We weten alleen niet waar. 600 meter, die kant op. En hier moeten we zijn. Hey, Lucie. Ja, kom maar kijken. Hebben jullie gevonden, hoor? Gezellig. We zijn helemaal daar. Ja? Klaar voor de barbecue. Nou, eet smakelijk, hè? Doe. Wat zei Klaasje wat lekker was? Patatjes en kipsautees. Patatje en kipjes? Oeh, eens even kijken.
kijken. Hier kunnen we even wat eten halen. Kom maar. Dat is leuk, hè? Luxie? Deze kant, schatje. Kom maar. Zo. Wil je deze proeven, Luan? Mama neemt die wel mee, maar mama houdt daar heel erg van. Oh, Luxie heeft ook een bordje. Ja. Huh? Wel eens een theetje. Smakelijk. Lekker worteltje, patatjes. Vind je dat gezellig met K3 aan tafel? En de zonsondergang, hè? Nou, lekker gegeten. Eet smakelijk, hè? Bon appétit. We mogen een gezin blij maken. Hier bij K3. Wil je ook een corset naar K3? Het was heel leuk. Geef deze video een dikke duim omhoog, deel deze video en abonneer je natuurlijk even op ons YouTube kanaal. Via Instagram, Vara-Bellinga, kan je meedoen met de winactie. Laat daar in een reactie weten waarom en met wie je heel graag naar dit superleuke K3 concert wilt. En binnenkort maken we de winnaar bekend. Succes! Bedankt voor de gezellige barbecue. Het was heel erg leuk. Zil en knuffel. Hé, maar Luan vroeg zelf, jullie zijn wel moe na 3 shows. Wij zijn ook wel een beetje. Ja, we zijn ook een beetje moe, hè? Ja. Maar dank eens. Nou, was gezellig. Kusje. Ja. Hé, slaap lekker voor straks. Doei doei. Wij hebben ontzettend met jullie genoten. Wij zeggen doe de duimpjes omhoog voor K3 en de Bellinga's. En vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Dankjewel. Voeg je hart zwom zwom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst zwom zwom mee.